Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Kijk eens hier eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hey, we hebben hier al iets op de werkbank gelegd. Stonden we even naar te kijken. Dit is de achteras van de Toyota Hilux. En ja, die moet ook een keer in de verf gezet worden. Nou hebben we al een deel met de slijptol en nou de big hamer gedaan. Maar we stonden te kijken, zouden we hem toch niet gewoon kunnen stralen stiekem? Hij past natuurlijk niet in de straalkast. Als we hem zeg maar zo uit laten steken en we kunnen het een beetje dicht plakken, dan moet dat toch eigenlijk wel gaan. Gewoon die schakelen van die kappen. Ja, even, dat moet wel leuk. Laten we het proberen, want het is toch, hier zit nog best wel veel. Dit trouwens, zonder gekheid, moeten we wel even eerst naderbikken. Dit soort roestkoeken, zulke, die komen er niet af met stralen. Die blijven zitten, die moeten we eigenlijk eerst even afbikken. Nou, ja, deze kunnen wel stralen, want het is echt dit zo, echt dat samengeperste roest, zie je? Echt van die speculaars. Ja. Oké, er is nog één klusje wat we gauw even kunnen en moeten doen. En dat is namelijk dit. De quad. Hey, eigenlijk wilden ze van het weekend mee gaan rijden met het ding. Dus Jos was eigenlijk hier om op te halen. En het stomme is, we hebben hem toen getest. En hij reed toen eigenlijk gewoon prima. Alleen nou is gewoon de carbureteur vuil. Dus het ding liep echt gewoon voor geen cent. Zodra hij gas gaf, dan was het paf, klappen uit de uitlaat. Allemaal inhouden en zo. Ja, gewoon een typisch gevalletje vuil in de carbureteur. Laten we die even eraf pakken en meteen in de ultrasoon mikken. Dan kan ik binnenkort het ding een keer ophalen, want dan blijft hij anders ook maar staan, hè. Tank. Nou, hier zit de carbureteur, die zit hieronder weggeknutseld. Kun je eigenlijk niet fatsoenlijk bij zonder brandstoftankje eraf te pakken. Maar dat is gelukkig zo gedaan. Een paar boutjes. Even deze uitzetten natuurlijk. Hoe is hij uit? Even zien. Zo. Of die kant op. Mooi. Nou, schroef hem eraf. Hop, hop, hop. De collaborateur eraf. Zo. Ik heb precies dezelfde gehad als deze. Och, ik kan ja, maar het zit hierin, dat zeker. Overdraaien. Oh, nou komt het hier achter eruit. Dus dit is er toch een. Is je wel doorgesmeerd nou. Pas op, blijf niet erbij. Richt hem maar ergens waar niemand staat. Ja, hij moet gewoon een beetje in. Daar gaat hij weer. Ja. Ik denk dat er foutheid is, je moet gewoon uit elkaar. Als je hier zijn slag niet kan pakken, dan natuurlijk ook. Kijk maar eens of ze passen. Misschien een ultrasoon. Maar hij doet het wel nu. Ja, hij doet het prima. Heb je veer ingekort? Ja, ik heb dat zijn de stukken die afgebroken waren. Ja, dus. Ja, dit is gek eigenlijk. Maar hij doet het wel prima hoor. Ik zou misschien even een ultrasoon doen, maar remreiniger schoonmaken of zo. Kijk of die dan goed doet. Ja, er zit hier gewoon een raampje in daar. Ja. Die kunnen zo naar beneden drukken zeker zo. Ja, zit je veer ook goed in je fritten. Zo joh, inderdaad. Dat is de buitenkant zeg maar. Ja. Dat is de binnenkant. Ja. Zo, die komt uit deze. Ja. Ja. Ja, maar die dingen die hebben al uren gemaakt, joh. Huh. Ja, dus dit zit... ik hoef alleen maar naar rechts te kijken. Ja. Hij zit erop, dit zit zo in elkaar. En hij zit zo hierin. Klem op. Ja, die zat er een klem tussen, hoor. Hey, maar dan loopt hij daarop vast ook. Ja, kijk, want als die veer ernaast kruipt, dan gaat hij tegen de zijkant aan krabben. Moet je hem meteen en ik word alweer gebeld. Echt joh, ik moet gewoon een stropdas gaan dragen en gewoon alleen op kantoor blijven zitten. Ik word de hele tijd gebeld. Of deze nieuw bestellen. Ja, maar of gewoon deze nieuw bestellen, dat hele ding. Ja, ik denk die is duurder. Dat weet ik niet hoor. Die naalden maar een paar tientjes aan. En deze, ja, die armbeelden zijn wel verrekte duur. Die zegering. Ja, mooi. Dus die is veel makkelijker. Ja, we hebben gewoon een nieuwe kop voor die. Dan zetten we die. En die veren, die bewaar ik natuurlijk. Dit zijn handige dingen hè. Ja, goeie, deze goeie tip. Ook, man. Goeie tip. Deze zal wel niet breken. Aha, maar die gooi ik in mijn bakje met naaldenbeekhamerspulletjes. Ja, dit... Ja, die is ook naar de kloten. Ja. Alleen de bouten kunnen gebruiken. De bouten mogen terug in het rek. Lang hè? Dat zijn ze hè? Dat zijn ze. Dus die kunnen we straks, dat kunnen we daar proberen. Dat is te denken. Moeten we dan even zo'n rups naar binnen toe trekken? Nou, ik denk dat we gewoon een stukje staal pakken van dezelfde dikte voor de eerste. En een stukje rubber ergens iets vandaan halen van dezelfde dikte. Oh, gaat buigen. Gaat buigen. Ja, ja, dan moet je... Dit is wel een vrij stuk rubber, ja. Dus je moet wel zorgen bij het tasje dat bijvoorbeeld 4 gaten doen en 3 ja. Doen bouten inzetten. Ja, maar wat, je kunt dat voorkomen als je natuurlijk die 2 hulpstukken zorgt dat die nog voor elkaar. Ja. Maar ja, dan nog kan hij natuurlijk kan je werkstuk kantelen. Ja. Dan, maar ja, dat wil hij eigenlijk niet. Nee, zo'n groot werkstuk niet. Nee, als deze heel recht boven elkaar en je gaat hem zo stuiken daar. Dan, ja, maar dan wat gaat hij in het rubber doen? Gaat hij in het rubber stuiken? Normaal ja. Zit er staal omheen. Ja, dat zal wel. Maar ja, toch, hoe hebben ze anders erin gekregen? Ja, normaal is dat niet met rubber, hè? Normaal zit het staal. Dat klopt, daar zit staalbeugeltjes die uit die rubberen snaar komen eigenlijk. En een bus gemaakt? Nee, die is nog niet gemaakt, maar ik heb wel een andere rem, zo'n remdrukregelaar besteld. Toch wel kunnen vinden. Ja, vanuit Duitsland. Paul had hem getipt. Bedankt voor de tip, Paul. We hebben hem daar besteld. Was niet goedkoop. De bus is gewoon in waarde gewoon bijna dubbel verdubbeld. Maar het is toch... ja, ik wil hem toch bijhouden, want ik vind het zo'n grappig ding. Ja. Ik denk nou, laten we het allemaal gewoon goed doen en meteen gewoon nieuw bestellen. Ik heb ook 2 nieuwe handremkabels besteld. Want dat vertrouw ik ook niet. En die handremkabels waren niet de wereld. Die waren €13 per stuk. Ja. Ja, ik denk, dan is natuurlijk de keuze is dan ofwel vaststellen de handremkabel niet goed is door hem eraf te halen. En dan erachter te komen dat hij slecht is. En dan staat ja, die bus... Of je krijgt niemand verzoenlijk terug. Ja, dan staat die bus hier een week op bokken. Ik denk, ik bestel gewoon die kabels en dan wisselen ze gewoon uit. Anders dan blijf je aan het tobben. Even kijken. Of ze zijn volgend jaar afslaan. We zien een kraantje eraf. Plop, 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 plop. Komt op. Slangetje. Die zit hier. Dat is één ding jammer aan deze quad. Dat is dat hij niet van mij is. Nou, die is echt niet van plan om los te gaan. Kunnen we hem daar los krijgen dan? Zo, voilà. Brandstoftank, kraantje. We gaan eerst even dit testen, voor we heel die carburateur eraf gaan halen en zo. Eerst even kijken of dat hij überhaupt brandstof geeft daar. 0 aan. Nou, kijk. Ja, nou, het ziet er goed uit. Kijk, er loopt gewoon vlot door. Dus dat is in ieder geval niet het probleem. Het is natuurlijk heel makkelijk om even uit te sluiten, hè, nou de brandstoftank er toch af is. Het kan natuurlijk gewoon zijn dat hij te weinig brandstof krijgt. Kijk, stationair draaide hij wel goed. En als je een beetje gas gaf ook nog, maar schouw dat hij echt even moest werken, ja, dan begon hij dood te vallen. Te klappen, ja, dus dat is gewoon duidt op te weinig brandstof. Nou is dat meestal wel gewoon in de sproeier, in de carburateur. Maar ja, het kan ook best zijn dat het probleem hier ergens zit en dat hij gewoon te weinig brandstof krijgt, hè? Nou, dat is in ieder geval goed dat we dat dan even nou zien. Maar daar zit die slang van het luchtfilter zit er gewoon niet op. Bedoeld. Maar als je het andersom doet, of dat iets verschil, ja, zal misschien iets helpen. Als je het nagezoden erheen zou doen en alleen hier hoeft te klinken. Dan zou hier waarschijnlijk nog hier... Hetzelfde. Ja, het is natuurlijk met klinken, hij moet gewoon echt goed ondersteund worden door het werkstuk. En door rubber heen klinken, dat gaat zo'n manier natuurlijk. Dus de carburateur. Even kijken. Dan kunnen we de kabel losmaken. Hey. En zelfstandig gaat hij hartstikke scheef. Oh, hier joh. Maar daarom zie je vaak met klinkgereedschap ook sinds een luchthamer die vaker slaat. Ja, dat niet in één keer doet. Ja. Deze pers is natuurlijk niet 100% stabiel. Nee. Het kan een klein beetje flexen. Normaal een klinkpers, die is veel stabieler, dat is echt een zeker aan. ja, die hartstikke stabiel is. Ja. Dus. Oh ja, hij is ook helemaal plat geworden al daar. Ja, nou is hij behoorlijk plat geknepen. Ja. Dan nog. Ja, dan dat klinken, dat klinkt niet goed. Nee, dat doen we wel een keer als we een Renault FT gaan bouwen of zo. Ja, precies. We hebben de nas wel naar geklonken. Oh ja? Er moesten nog een paar nagels in van 16 mm. Oh. Maar dat is gewoon met de voorhamer klinken. Oh, gewoon op een lompe manier klinken. Ja. Zo. Hupsa. Ik zou zeggen dat hij daar eigenlijk ook uit moet kunnen schuiven, maar daar had hij geen zin in. Mooi. Ja, roest gewoon erin. Ja, wat je zegt, laag bolkopbouw, dan zijn we veilig. Ja. Dat moeten we doen. En dan aan de binnenkant borgmoeren. In die dijlok. Ja, ja, dat moet wel. Altijd nog een keer aandraaien als het moet. Precies, dan zijn we veilig. Dan, ja. en mocht nou blijken dat er onverhoopt toch iets niet helemaal lekker zijn aan die constructie, dan, ja, dan kunnen we het gewoon aan elkaar schroeven. Deze eventjes op de werkbank leggen. Laten we de vlottenkamer eronder uithalen. Laten zien wat de job eruit komt. Dat zal wel niet helemaal fris zijn. Ja. Klein beetje... Kijk. Deze strontopvreetbuis, dat is eigenlijk dus de sproeier. Oké, nou. Net wat ik dacht. Voor de verder rest, het is gewoon... Daar ligt gewoon... Ja. Ja, dat moeten we gewoon sowieso doen. We moeten gewoon in de ultrasoon gooien, dan zijn we sowieso goed. Ja, dat is gewoon rotzooi waarbij in de benzine zit. Kijk, dat komt er onder in die vlotterkamer te liggen. Ja, dat zuigt hij dan op. Even die een beetje benzine weg, kijk. Daar ligt allemaal van die chap onderin. Ja, je kunt hem gewoon leeg scheppen, ja, hier. Nou, ik denk dat hij dadelijk een stuk beter loopt. Wil je nog iets wat brood hebben dadelijk, voor in de koffie? Zal ik er eens doorheen blazen met cavateurreiniger. Daar zit een membraan. Hup. Zo, even kijken. Ik moet hem een keertje draaien dadelijk. Laat ik hem zo erin leggen, dat is beter. Even frituren. Hier was aan zo'n glazige troep in. Die heb ik met de beitel even een mooie draadje. En dit past gewoon in. We waren bang dat die niet in de strakkast past. Alleen die hoeken hier, daar moet ik dan wel even de kap open laten om te doen. Want zover reik ik niet met die handschoenen. Ik ken er niet meer terug. Dan doet hij het weer. Gegarandeerd. Nou, je zit er gewoon strak vast tegenaan, zo te zien. Zo. Oké. Hij zit nog niet helemaal zoals hij moet zitten, hoor. Anders dan douw je de ding kapot. Ja. Hier zat een o-ring in ooit, zie ik. Nou niet meer. Nou niet meer. Dat kan zijn dat hij in het ultrasoonbakje ligt. Yes. Zo. Oké. Even kijken. Die plop, plop, plop daarop. Die doet het dadelijk. Ja, partij. Het is niet dat er stiekem een dame door moest, hè? Nee. Nee. Zo. Deze. Ik zal alvast de kraan openzetten, dan kan je wel vol droppen. Precies. Ploppen, ploppen, ploppen. Choke erop. Staat hij vrij? Daar staat hij. Nou. nog niet goed hoor. Even kijken, dan dus even tussenuit halen. Oh, het ligt ook helemaal los. Oh jongen, dit ding is echt... Niet precies de officieel goedgekeurde reparatie, maar als wel. Ik wou net zeggen voor deze ding. Voor deze dingetje. Ja. Zo. Zo. Ja, even kijken. Tijreps maken. Hopsa! We hebben even de brandstofmengsel een beetje met een tijrep bijgesteld. De slang van de luchtfilter een beetje dicht geplooid. Ah, dit loopt, nou loopt een stuk lekkerder. Ja, het is maar een beetje een lapmiddeltje. Die inlaat zo half dicht knopen. Dat is eigenlijk niet de manier, maar hij doet het in ieder geval. En ja, hij rijdt wel aardig. Hij mist bovenin, mist hij nog steeds wat, maar ja goed. Ik denk dat je dan toch eigenlijk een keer gewoon een revisiesetje in die carburateur moet douwen om te beginnen. Ja, wel leuk. Hé, hey, laten we die rups naar binnen trekken. Ja, goed idee. Pa, pa, pa. Pa, pa, da, pa, pa, pa. Yes. Kom, moet je maar even tegenhouden. Ja, nou maar. Yes, goed. Yeah. Okay. Ja, dat is goed, denk ik. De rups. Huh? Nou, direct een paar van die oogjes eraan maken. Dan zal ik een balk eronder door te doen, want anders kan de kraan nooit hoog zat tillen. Ja. Goed. Ja, hout genoeg. Dat is het hoogste dat ik kan. Ja. Mooi op de werkbank. Ik denk dat de werkbank gewoon een stukje hierin moet schuiven. Nee, wacht. Ja, goed zo. En als jij hier wat doen? Ja, kijk eens. Hoeveel waren het nog een keer? Klinkt wel als ja, 1800, maar dan met die rijen erbij. Maar deze gaan dus niet eraf. Nee. Dus kijken. Hier heeft hij toch wel overheen gerold, zie je dat? Ja, die met zijn zou ik net ook laten kijken. Ja. Die zijn een beetje afgevreten. Hè? Ja. En hier liggen een smalle kabels en je vulkaniseert of? Ja. Ja. We staan even te kijken, hè, want we moeten de klinknagels die moeten eruit. Ja, we kunnen ze afslijpen, maar je kunt er natuurlijk heel slecht bij. Net hier zit je heel schuin en bij die van hetzelfde. Je wil eigenlijk met je slijpschijfje natuurlijk echt vlak aan die kop, dat je net zo precies die kop eraf kan steken. Maar dat gaat hier niet. Ja, anders moet je met een braamschijf doen, dat is wel veel meer werk. Ja, maar dan moet je echt volledig wegsparen. Dus, dat doe ik een mes geslagen. Ja, misschien is het helemaal niet gek om te proberen om ze toch uit te boren. Misschien met een magneetboor, misschien met een kernboor ofzo. Ja, je kunt met een accuboormachientje eerst een pilot hole boren van een millimeter 4, 5. En daarna met een grotere boor met 10. Ik denk als je een goede center kan slaan, dan kunnen ze wel boren. Maar je moet sowieso met een, je moet daar niet met een handboormachine gaan doen. Ja, dit wordt spannend. Als dit nou werkt als het een feestje. Ja, maar waar plak je hem op? Deze is al rubber. Ja, maar die aan de zijkant kan ik toch al wel doen, hè? Haal ik die ook al niet. Ja, dat al niet. Dan moeten we een steun maken waar die op. Hoe ver kan die zakken? Ja, dat is een stuk hier, kijk eens. Dus dat gaat wel. We moeten alleen een heel dikke stalen plaat hebben. Die past daar. Oh, wacht, hij kan er heel tussen, joh. Beetje naar daar. Zo, nou wat een feest. Moet niet gekker worden dit. Nou, ik denk dat we gewoon vooral niet te hard moeten boren. Want dan kan hem niet meer draaien nou, natuurlijk. Nou, ik denk dat hij niet dieper kan. Even kijken. Ik kan gewoon niet dieper. Ik denk al dat ik die boor nou zo bot. Maar misschien kan ik hem wel iets verder uit laten steken. Raak slaat. Er valt al niks tegen eigenlijk. gaat eigenlijk vrij aardig, of niet? Ze zijn zacht, ja, deze ging er zo uit. Vast? Yes. Even kijken of dit gaat. Ja, na deze heb je nog een pinnetje erop zitten. Als je hier er doorheen wil slaan, dan sla je hem wel plat. Ja, dat wil opnieuw klinken. Ja. Nope. Daar kon ik niet in. Maar hij is wel goed, kijk maar eens. Oh, gewoon de hamer erop slaan, je nogal. Alleen nou zit er een camera in de weg. Oh, maakt een... Wacht even, misschien moet ik even een puntje pakken. Laten we weer een nieuwe klink nagevangen. Hey! Hij is eruit. Dan ga ik die andere nog eens even doen. Natuurlijk. Nope. Nou ja, dit centerpuntje zijn. Waar ben ik al dieper? Hij ligt nu recht, zie je dat? Ja. Dat komt in de heilige voor. Je drukt hem op mijn hoer met een maar ik denk, zullen we eens gewoon zo proberen? Misschien dat je het wel doet. Klinkt naar de scheuren wel iets makkelijker, hoor. Ja, maar die is nog niet ver genoeg. Ja, maar hier wel. Okay. Hier nou, wel, daar zit ik al in die dingen. Geef maar een... Nee. Hij is wel aan het scheuren, maar... Ja. Hij moet echt heel vlak liggen. Ja. Dat was hem al. Alleen het nadeel van hem is, je moet iedere keer die plaat gaan verschuiven. Nou wel, maar je kunt er wel 3 doen elke keer. Dat was net... Nou, maar dit is goed zo. Kijk. /45 keer 12. Ja. 55 keer 12. Daar zijn er een heel stel. Ik wil er precies even uitrekenen. Dat is... Nou, we zijn professionals dadelijk, hoor. Aan die hoeken kom ik niet zo goed, maar voor de rest werkt dat echt super prima. Met een beitel en een hamer, gewoon die troep die hier in de zijkant die ik niet kon, met een naaldpikhamer niet wegkreeg, die kreeg ik hiermee mooi weg met een scherpe beitel. Ja, die is mooi verneukt nu, maar het werkt wel. Alleen die hoeken, dan moet ik waarschijnlijk dat ding openlaten, hier wat erop plakken. En ja, dan wordt het hier maar een stoffige zooi eventjes. Ja, dus ja. We zien het. Precies. Ik weet het nog niet wat hoe ik dat doe, maar zover ik kom. Dus ja, tot hier kom ik, tot hier. Zo. Maar dat ja, je ziet het inderdaad ook hier op de lijn. Maar we leven aanzetten, hè? Lawaai maken. Ja, je komt al een stukje om de hoek, maar dan zie je niks meer. Zo. Ja hoor. Ja. Ja. Hebben we al gehad? Ja, dan moet hij ook gaan. We doen hem. We doen hem gewoon. We gaan hem doen. Gewoon kijken. Ja. Moet maar kijken. Kom, die hoek kom ik wel. Maar daar kom ik net niet. Dus ik moet die as zo meteen draaien. En dan opnieuw doen. En jullie niet meer zo heel lang zoals thuis. Ja, dat is niet tof. Zonder bril. Eventjes snel. Oh, aan mijn ogen. We hebben die as omgedraaid. Die lag eerst andersom in. Maar die kant. Daar ben ik nou hier om de hoek klaar. Maar nou deze af. En dan is die as klaar. Die mooie Toyota's. Je moet gewoon even geduld hebben. Het gaat wel. Het bandje plopte er zo uit, maar daarna niet meer. Dan moet je hem even een beetje plat slijpen. Schuiven we gelijk een trappetje op. Oh. Dan ligt hij net niet goed onder. Hebbers. Oh nee! Die! Oh. De grote MC. Oh, u mag bestaan. Maar het is bijna klaar. Dus ik ben nog best even. Maar hij ziet er goed uit, hè? Ja. Ja. Fatsoenlijk gereedschap. Oh, die kunnen verder doortrekken. Die valt er nog niet uit. Nee, dat klopt. Jij kan meer zulke. Ja. Ja. Misschien is het toch wel een werkje met z'n tweeën te doen. Denk wel. Het gaat toch wel sneller, denk ik ook gewoon. Welke heb je nou? Deze die. Ja. Ja. Oké. Het is een aardig kawaii, maar het is wel te doen, hè? Als je kijkt, hoe lang zouden we nou bezig zijn, Robbie? 2. Gaat wel mee, hè? Ja, een paar uurtjes denk ik. Eigenlijk rond een uur of 3 of zo dat we echt goed aan begonnen zijn. Het is nou iets na 5. En we hebben natuurlijk in de tussentijd nog een beetje geëxperimenteerd met wat de handigste methode is. Ik denk als we zo doorgaan, een goede volle dag. Ik denk als je echt een hele dag aan werkt, dat je en misschien niet deze, maar een voorhamer pakken. Ja, nog een zwaardere hamer. Ja. Ja, want als je zo met 2 doet, gaat het eigenlijk perfect. Ja. Ja, dat is het. Het is echt als je met 1 hand dat moet doen. En dan, maar je kunt als je... Ja, je hangt hij wel wat lager. Dan sla je een keer hier tegenaan, dan sla je hem om eens. Ja, inderdaad. Nou ja, maar het valt niks tegen, het is te doen. Ja. Nou, als we zo doorgaan hebben we wel redelijk snel die hele rupsen straks klaar. Ik denk een uurtje of 8 tot 10. Nou, ik denk echt een hele dag doorbuffelen. Ja. Ah, maar dat is te overzien. Dan hebben we een paar dagen hebben ze klaar. En ja, dan hebben we heel veel boutjes nodig. Ja, dan moeten we even kijken of die overal even dik is. Ja. En dan moeten we even kijken, de boutjes, maar ook een goede dikke veerring. Misschien een ik denk bijna zo'n 4D-ring bijna. Je hebt dan die carrosseriering zijn volgens mij 3D, maar je hebt ook nog grotere. Oké. Okay. Dat zou ook wel goed kunnen, hè? Dat ze er niet doorheen getrokken worden natuurlijk, want dat is het risico. Ja, hier is het probleem niet. Ja. Deze en goed aandraaien denk ik. Ja. Dat hij zeg maar, dat hij echt vastknijpt, dat hij het rubber echt opgesloten heeft en niet dat hij alleen op de bout ligt. Als je dat liggen wringen, dan scheurt hij kapot. Door. Dat denk ik ook. Ja, en dan moet dat gewoon gaan, hè. Dat is gewoon een beproefd ontwerp, want zo, al die pisteboelies die hebben allemaal van die samengestelde rupsen met van die rubberen banden. Dat moet gewoon werken. Want dit gatenpatroon is wat er in die dingen zit, toch? Ja. Ja, dan zijn we goed. En dan kunnen we zorgen dat ligt hier net op deze rand, dus het kan zijn dat hij een beetje wringt. Maar dan kunnen we eventueel een schuin randje aan die ring maken, aan die nieuwe band. Als dat hier net niet past. Maar als we hem toch gewoon aantrekken met bouten, dan frommelt hij zijn eigen toch wel een beetje daar tegenaan. Ja, maar je moet niet hebben dat je daar te lange bouten in moet zetten om dat naar elkaar toe te kunnen trekken. Ja, daar zit iets in. Maar kijk wel hoe het uitkomt. Ja, en het is ook zo natuurlijk als de rubber zo in een bocht ligt, dan wordt hij ook weer pas... Ja, trouwens. Ja. Nee, wat hij moet flexen is zo weinig. Ja, mooi. Ik denk een lekker stuk opgeschoten hiermee. Ja. Laten we de komende weken hier even aan doorpuffelen en kijken dat we dit klaar hebben. Dit is wel echt een hoofdpijndossier van Weasel. En eigenlijk is dat wel echt een typisch probleempunt bij al die dingen wel, hè? Ja. Ja, dat is... Ja, toch die rubberen banden die gaan gewoon kapot en die dingen die... Als deze echt goed zouden zijn, dan bepaalt de helft van de waarde van het voertuig. Nee, laten we even gaan kijken bij Mara, want die blijft gewoon duchtig stralen. Hè? Het is toch gelukt om die achteras daarin te krijgen. Voor de duchtigheid erin. Oh ja! Ja, het zijn nog kleine stukjes. Ja, kijk eens. Die paar kleine stukjes, daar gaat denk ik wel. Geweldig. Dat ding is voor zover eigenlijk klaar. Ja, dit is... Alleen vanavond de spuit in Niel. Ja, vanavond gaat het niet meer worden, maar morgen toch wel. Nee, morgen verf erop. En dan, zijn maar nog zo'n kleine stukjes hier zo. Ja, maar dus. Dat zijn echt de kleinste randjes, hè. Ja. Er zijn nog een silo hier. Ja, dat is een O-ring. Ja, daar moeten gewoon... Oh! Maar daar moeten gewoon nieuwe in en ook hier zitten ook keringen. Ja, en ik moet hem een keer helemaal goed uitspoelen, hè, want de straalgrit, daar zit er nou wel in. Je moest je sokken nog vinden? Ja. Ja, hier in de was. Kan ik ze zo weer aan. Hey, schuurt de schoenen goed schoon. Dat is zo. Goed joh, daar gaat de voetschimmel van weg. Wordt gewoon eraf gestraald. Spijn. Hé, hey, laten we het afsluiten. Laten we deze uitzetten. Zo. Rust. Stilte voor de zon. Ja, super. Ja, ik moet even goed bedenken hoe ik dat... hoe ik dat best doe eigenlijk. Of ik hem al eerst even openmaak en even schoonmaak. Dan weer terug monteren en dan ontvetten en dan spuiten. Of eerst spuiten en dan demonteren. Ik zou hem eerst spuiten. Ja. Het is toch glanslak of zijdeglans. Dus dat moet mooi schoon. En dan hoef je alleen maar hier met een kwast langs. Ja, inderdaad ja. Super, dankjewel hoor. Alsjeblieft. Hey, dan gaan we het afsluiten. Dus ik zou zeggen, allebei hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de assistentie. Zo, en al de vlaaien. Niet normaal hè. Nou, we zitten de komende koffiepauze is goed hoor. Maar hij heeft de tuin taarten meegebracht, is niet normaal. Hè? De hele buurt nou heeft hij echt een vitrinekast nodig hoor. Ja, ook al. Je hebt allemaal modellen meegebracht. Jij hebt het zo gezien hè, Robbie. Ja. Ja, dat is leuk. Die moeten we van de week nog even bekijken. Hey, maar nu gaan we het afsluiten. Dus ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Adios!